Dat lekker gerechtje van onze Jurgen, hè, zeg. Amai. Ik ben eens benieuwd. Ça sent bon. Oh. J'espère. Hè. Jurgen. Je spreekt toch Frans? Ja, een beetje. Ik ben polylingua. Je bent nog een beetje aan het afwerken. Daarna staat er hier ook al een klein fantastisch aardbeiendessertje voor ons klaar. Hmm. En mensen die graag een schort willen winnen, dat mag natuurlijk altijd. Jurgen, gaan we een beetje getragen schort, hè? Kijk eens, hoe mooi dat die... Prachtig tweedehands model. De Hoogstraatse aardbeien staan er trouwens ook op. SMS trendies naar 3024. En dan maak jij dus heel veel kans op zo'n fantastische mooie schort. Ik zal doorschuiven, oké? Okay? Ja, kijk. Goed, dank je wel. Smullen maar. Merci. Merci. Jurgen, vertel eens, wat ligt er op ons bord? Op ons bord ligt een... Vitello Tonato, ja, maar in een warme presentatie. Dus ik heb het kalfje zachtjes laten garen naast het in de oven, ja, met daarbij de crème van... Misschien even zwijntje, nee? Nee, even zwijntjes nog eventjes aan het garen. Maar er is een zachte tonijnmayonaise bij, die eigenlijk bovenop het vlees, wat we dus echt al getrancheerd hebben en zo in de oven hebben laten garen, met daar die tonijnmayonaise en de jus van de pan, eventjes gedeglaceerd met een beetje ganzenlever, asperges gebakken, een beetje chorizo, een pureepatatje, zo wat moelleux met een beetje boter erbij. Dus eigenlijk is het Italiaans met Spaans en toch een beetje Belgisch. Geen waar ik het meeste van heb. Ja, Mediterranean. Alsjeblieft. Lekker. Super lekker. Ja. Geniet ervan allemaal. Ik bedank jullie alvast om hier te zijn. Dankjewel. Dankjewel, Sandra. Dankjewel, Christophe. Guy en onze Jurgen heeft natuurlijk fantastisch gekocht. En jullie thuis, heel erg bedankt om weer af te stemmen op Trendies. Volgende week zijn we natuurlijk weer. En dan komt Fré Soufriot als centrale gast. Dus ik hoop dat jullie kijken. Tot volgende week.